Dames en heren, goedemiddag. De meer dan 300 soldaten van Dutchbat die vast werden gehouden in de enclave Srebrenica in Bosnië zijn nu veilig in Zagreb. Daar begint over ongeveer een kwartier een persconferentie waarin verteld zal worden wat Dutchbat heeft meegemaakt. De NOS is daarbij aanwezig en praat met betrokkenen. Deze extra uitzending duurt tot ongeveer 5:15. NOS Actueel. Goedemiddag dames en heren, welkom bij deze extra uitzending van de NOS naar aanleiding van de terugkeer van Dutchbat uit Bosnisch gebied.